Heren, welkom live van de beursvloer van de optiebeurs in Amsterdam. Mijn naam is Fred Vergeer, ik werk voor de optiebeurs, eigenlijk voor NYC Euronext. Naast mij André Brouwer van het Beleggingsinstituut. Heel goed. Welkom ook bij jou. Dankjewel. Wij gaan het vandaag over opties hebben met u. Ik ga u straks iets vertellen over de techniek, de theorie van de optie. En André, wat ga jij doen straks? Ik ga vooral een aantal concrete actuele strategieën voor u bespreken. Ik heb een aantal dingen vanochtend vroeg nog heet van de naald zeg maar in elkaar gesleuteld. Dingen om te laten zien hoe je met opties, namelijk combineren van lange en korte termijn opties, hoe je daar geld mee kunt verdienen. Wat doen we na jouw verhaal? Jij gaat volgens mij nu eerst beginnen, toch? Ik ga zo eerst beginnen. Dan ben ik erg benieuwd wat jij ons gaat leren. Heel goed. Nou, succes alvast. Dat komt straks terug. Ik ga één. Ja, naar voren toe, want ik moet u een disclaimer laten zien. Wat wij namelijk doen is u uitleggen hoe opties werken, wat u ermee zou kunnen doen, maar we geven geen advies. We vertellen u niet welke optie u vandaag en morgen wel eens mag kopen. Voor beleggingsadvies kunt u naar bank, broker, bij André kunt u terecht, maar niet bij ons. U kunt wel bij ons terecht voor inhoudelijke vragen. En ik heb nog één belangrijke man aan u voor te stellen, dat is Jeroen. Jeroen, kun jij vertellen wat de mensen wel en niet kunnen in deze webinar. Ja, dat kan ik zeker. Goedenavond, dames en heren. Voor u ziet u het scherm wat we tijdens de webinar zullen gaan gebruiken. We zullen ook tijdens de webinar zullen wij een vraag aan u gaan stellen. Dat doen we door middel van de knop polling die wij erin gooien. Dan kunnen wij u een vraag stellen. U kunt hierop antwoorden door het juiste antwoord in te vullen en op submit te drukken. U kunt ons tevens ook vragen stellen. Mocht er iets niet duidelijk zijn, het geluid niet werken of het beeld niet helemaal goed zijn, dan kunt u in het Q&A-venster. Als het venster rechts van de PowerPoint ziet, kunt u vragen stellen. En dan zullen wij die samen met mijn collega's zullen die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ook als het snel gaat of als iets helemaal duidelijk is van wat er verteld wordt, dan kunt u ook nog eens nogmaals dit vragen en dan zullen wij dat uitleggen. Of dan kunnen wij even aan Fred vragen of hij het nog een keer duidelijker kan uitleggen. Dat was het eigenlijk wel, Fred. Oké, dankjewel. Goed, dan gaan wij beginnen met eigenlijk de inhoud. Zoals ik gezegd heb, wij gaan in ieder geval een stukje theorie behandelen. En daarna komt André met een stukje toepassing van die theorie. Maar we gaan niet heel droog maken, wat zou flauw zijn. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over tijd, eigenlijk. Een optie heeft een looptijd. En in de loop der tijd gebeurt er van alles met die optie. De optie wordt meer of minder geld waard. En wat voor rol speelt de tijd en dat die prijs van die optie? Daar gaan we iets meer over vertellen. In feite zijn er vier factoren die belangrijk zijn voor de tijd en verwachtingswaarde in een optie. Je ziet op het scherm staan looptijd, rente, ik ga er mee aanwijzen. Looptijd, hoe lang loopt de optie nog, de rente die betaald moet worden. Volatiliteit, volatility, ofwel beweeglijkheid en dividend. Van die vier ga ik er twee wat meer stellen vandaag. Dividend en rente, die bewaren we voor een andere keer, maar volatiliteit en looptijd gaan we iets over vertellen. Om te beginnen de volatiliteit. Wat is volatiliteit? Volatiliteit zegt niet zoveel over waar het water heen gaat. Gaat het omhoog of omlaag, maar over de hoogte van de golven. Gaat de koers omhoog of omlaag zegt niet over volatiliteit. Maar de vraag is hoe hoog zijn de golven die onderweg gemaakt worden. Kijken naar deze twee grafiekjes, het blauwe grafiek maakt leuke golven, die rode, dat zijn echt grote golven. De beweeglijkheid van de rode koers is veel groter. De onzekerheid daardoor is ook veel groter. Die koers die springt alle kanten uit, dat die blauwe zich veel rustiger gedraagt. Dus niet de richting van de koersverandering is belangrijk, maar hoe grillig beweegt die koers op en neer. Dat is wat volatiliteit is. En dat is wat ervoor zorgt dat opties duurder of goedkoper zijn. Je kunt je voorstellen, als je een fonds hebt, een aandeel hebt waarvan de koers een grote sprong op en neer gaat, dan wordt het heel erg onvoorspelbaar. Dan zal de premie die je voor de optie betaalt, die zal hoger zijn, want het is onduidelijk en onzeker welke sprongen er morgen en volgende week gaan komen. Terwijl een koers met een aandeel, of een aandeel met een koers wat echt een beetje voortkabbelt, dan is het risico veel minder groot en zal de premie van de optie die je moet betalen,
zal veel kleiner zijn. Dan gaan we meteen een vraag over stellen. Eerst een slide verder. Wat we hier zien, 3 aandelen. Aandeel A, de rode. Aandeel A, B en C. Aandeel A gaat omhoog. Aandeel B, het groene aandeel, blijft over de periode heen ongeveer op hetzelfde niveau liggen. En het blauwe aandeel, aandeel C, gaat wat omlaag. De vraag aan u is, welke van deze 3 aandelen, aandeel A, B of C, heeft de hoogste volatiliteit? Op dat u daar een antwoord op kunt geven, ga ik dubbel klikken, naar het groen. Dan krijgt u de vraag welk aandeel, aandeel A, aandeel B of aandeel C, welke van deze 3 aandelen heeft volgens u de hoogste volatiliteit, de hoogste beweegbaarheid. Dan geef ik u even de tijd om antwoord te geven. Het zou een beetje flauw zijn als ik meteen ga vertellen, dan heeft u de kans niet. Ik zie dat de stemmen mooi verdeeld zijn. Dus iemand die nog geen antwoord heeft gegeven en mensen die het antwoord al hebben gegeven. Dan heb ik nog een paar seconden om het antwoord in te voeren. Welke van de 3 aandelen, A, B of C, heeft de hoogste volatiliteit? Dan ga ik op close poll drukken als ik zover ben. En dan zie ik dat er een 40-tal mensen gereageerd heeft. En die zeggen vrij unaniem dat aandeel B de hoogste volatiliteit heeft. En dat is natuurlijk ook zo. Aandeel A, het rode aandeel, die gaat in 1 vlakke lijn. In 1 vlakke lijn gaat hij omhoog met helemaal geen uitschieters. Aandeel C heeft wel een klein beetje golfjes, maar gaat nog vrij vlak. En het groene aandeel, aandeel B, die gaat behoorlijk op en neer. Ondertussen krijgen we de vraag binnen, waarom, dat heeft iemand vast meegemaakt in het echte leven, dan kan ik me wel voorstellen, waarom gaat de volatility zo hard omhoog als de koersen heel hard omlaag gaan? We hebben het allemaal al gezien. De laatste keer dat dat grootschaal gebeurde, de koersen omlaag gingen. Dat komt omdat er dan een hele grote sprong, in dit geval een sprong omlaag in de koersen is. En dat is natuurlijk een hele grote, golf in feite in de koersbeweging. Dus daarom gaat bij een hele grote koersbeweging, gaat die volatility heel erg, schiet die omhoog. In dit geval aandeel B heeft de hoogste volatiliteit. En de opties op aandeel B zullen dus relatief duurder zijn dan die op aandeel A of aandeel C. Want dat is een hele consequentie. Een hoge volatility zorgt voor duurdere opties. Dat is belangrijk. Wat heeft looptijd ermee te maken? Nou, die rente en die volatiliteit die worden beïnvloed door looptijd. Op het moment dat volatiliteit hebt. En dat duurt een week, omdat je optie loopt er even een week, dan heeft dat weinig impact. Maar als je die hoge volatiliteit gedurende een heel jaar meemaakt, dan is die impact veel groter. Dus looptijd is misschien nog wel de belangrijkste factor bij de verwachtingswaarde, omdat die zijn impact heeft op de rente en heeft een impact op de volatiliteit. Laten we maar gaan kijken naar die looptijd en wat we daarvan kunnen zeggen. Wat heb ik gedaan? Ik heb eind december vorig jaar heb ik wat prijzen bij elkaar gezocht. Het zijn echte prijzen, ik heb ze niet verzonnen. Ik ging ze rechts en stuiver afgerond omdat het mooi op het scherm stond. En dat is ook ongeveer alles. Eind december stond de index 300. AEX 300, eind december. Ik heb gekeken naar de 300 call optie. Calls in dit geval. Maakt niet uit, ik noem het voorbeeld. In alle verschillende afloopmaanden. En wat we zien, is opties met verschillende looptijden variëren van 1 maand, 2 maand, 3 maand tot 4, 5 jaar aan toe. Het eerste wat we zien is dan kijken is dat die prijzen hoger worden naarmate die optie langer gaat lopen. Op
Nou, wat ik net zei, als je op ziet langer loopt, dan wordt die duurder, want die volatiliteit speelt dan een langere tijd een rol, bijvoorbeeld. Hoe langer de optie loopt, hoe duurder die wordt. Daarbij laten we gemakshalve even het effect van rente en dividend even een beetje buiten beschouwing. Dat kan een beetje roet in het eten gooien. Grofweg loopt dat goed op. Als ik die prijzen van die opties in een grafiekje zet, met de 5-jaars optie hier, die heeft een prijs van bijna 50 euro, dat zagen we net ook. De 4-jaars optie rond de 45 euro en dat loopt zo langzaam af naar opties die we maar een maand gaan hebben. Wat we wel zien is dat die opties eerst heel langzaam een tijd waarde prijs verliezen, maar naarmate die expiratie dichterbij komt, de looptijd van de optie zeg een half jaar, een jaar en nog korter wordt, dan zie je dat die prijs van die optie versneld omlaag gaat. De tijdswaarde, zeggen we dan, loopt versneld uit de optie naarmate die optie dichter bij zijn eindpunt komt. Er is ook steeds minder tijd dat er nog wat kan gebeuren. En dat werkt versterkt door. Het eerste jaar valt het wel mee met dat geval en dat gaat veel sneller. Wat kost een optie dan? Ik ga het knopje drukken. Je zou kunnen zeggen, je hebt 1-jaars opties, je hebt 4-jaars opties. We kunnen kijken wat ze kosten. Dan kunnen we daar ook iets uit concluderen. Is een 4-jaars optie, omdat hij eenmaal 4 keer zo lang loopt, nu ook 4 keer zo duur als een 1-jaars optie? Of is een 1-jaars optie 12 keer zo duur als een maandoptie? Als het zo was, was het erg makkelijk. Maar dan zou de lijn er niet zo uit hebben gezien zoals we net zagen. Gaan we maar kijken. Die 4-jaars optie versus die 1-jaars optie. Dit is de 4-jaars optie. Optie looptijd 4 jaar. De prijs, net even iets minder dan 45 euro. Dus als we gaan kijken en vergelijken met de 1-jaars optie, die heeft een prijs van 24 euro. 24 euro voor de 1-jaars optie en bijna 45 euro voor de 4-jaars optie. Maar dat is zeker niet 4 keer zo duur. Dat is ongeveer 2 keer zo duur. Is daar een wetmatigheid in? Ja, daar is een wetmatigheid in. En hij is niet zo evident als we dachten, en 4 keer zo duur, dat is het niet, maar hij is niet zo moeilijk. Als we even voorbij gaan aan het feit dat er dividenden spelen en dat er volatiliteitsverschillen kunnen zijn, kun je als vuistregel zeggen dat een at-the-money optie, een 4-jaars at-the-money optie, ongeveer 2 keer zo duur is als een 1-jaars optie. Waarom 2 keer? Nou, tussen 4 jaar en 1 jaar is 4 keer zoveel. Dan is het wortel 4 keer zoveel, ofwel wortel 4 is 2. Dus hij is 2 keer zo duur. Als de 1-jaars optie 24 euro kost, dat hebben we net gezien, dat kostte die. De 4-jaars optie 4 keer zoveel, wortel 4 is 2. 24 maal die 2, dan kost die ongeveer 48 euro. Dat het in dit voorbeeld niet helemaal opging, heeft te maken met dividenden. Maar als vuistregel kun je deze wel gebruiken. Met het idee van hoeveel kost die meer of minder dan die andere optie. Want wat kostte die 1-jaars optie? Dat is 24 euro. En de 4-jaars kosten 44,75. De vuistregel gaat hier niet zo goed op omdat we dividenden te maken hebben. Als we eens kijken naar de 1-maand optie, die januari 300 vol, die kostte 8 euro eind december. De 2-maand optie kost 11 euro. Kijk, als ik de prijzen van het scherm heb, moet ik niet gaan uitrekenen wat die kan kosten, maar we kunnen wel kijken of onze vuistregel opgaat. De 2-maands optie loopt 2 keer zo lang, dat is 2 keer zo lang als een 1-maands optie. Hij is dan wortel 2 keer zo duur. Wortel 2 heb ik vooruitgerekend, is ongeveer 1,4. 8 maal 1,4 is 11,20, 11,20 zou dat zijn. Nou, dan zeg ik dat zit goed in de buurt. De 3-maands optie loopt 3 keer zo lang als een 1-maands optie. Dus zou die wortel 3 keer zo duur moeten zijn. Wortel 3 is 1,7. 8 maal 1,7 is 13,60. Dankjewel. 14 euro, dus dat zit goed in de buurt. Dus als vuistregel kun je dat prima gebruiken. Niet meteen erop gaan handelen, maar wel om een gevoel te krijgen van oké, wat moet je optie ongeveer kosten? Ongeveer zover.
U krijgt er zo meteen een mooie vraag over van mij. Maar nog twee observaties voordat we naartoe gaan. We zien dus eigenlijk dat kortlopende opties relatief duurder zijn dan langlopende opties. Naarmate de optie langer gaat lopen, wordt die wel duurder, maar niet zo heel erg veel duurder. En dat ze versneld hun tijd en verwachtingswaarde kwijtraken. Ze zijn gevoeliger voor het verstrijken van tijd. Daar gaan we straks, ik in mijn voorbeeld en ik denk anderen in zijn voorbeeld ook, gaan we gebruik van maken. Maar eerst tijd voor een vraag voor u. De vraag is, ik vraag Jeroen om de poll alvast te doen voor mij. We zien twee opties, dezelfde prijs als juist op het scherm. Januari 300 en februari 300 poll. Januari is kostte 8 euro, de februari is kostte 11 euro. Maar wat zou nou, wat zou nou een optie van een week looptijd kosten? Net zoals we net geleerd hebben, wat mag een optie een week looptijd dan kosten? Gebaseerd op de twee opties, of één van de twee, ik zou uitgaan van de 1 maand persoonlijk. Wat zou die optie mogen kosten? Als het goed is, heeft u een poll window op uw scherm gekregen waar u onder de vraag de prijs die u denkt dat die mag kosten, kunt intypen. Dan vraag ik aan de jongens of ik mijn water even mag hebben. Dankjewel. Ik geef u nog een paar seconden om daarover na te denken. En ik begrijp dat het even rekenen is voor u. Ik had de hele dag de tijd om het uit te rekenen. Ik vraag het aan u om het in 10 seconden te doen. Maar dan, ik denk dat u dat wel kunt. Wat kost de 1-weekse optie? Grofweg voor de vuistweg met het regeltje wat we gezien hebben. Ik zie dat er al een derde van de deelnemers iets heeft ingetypt en al klaar is. De anderen zijn nog hard aan het worstelen met het vraagstuk. Ga ik over 5 seconden ga ik hem afsluiten. Kijken met welke antwoorden u gekomen bent. Daar ben ik wel benieuwd naar. In het slechtste geval moet ik het nog een keer uitleggen. Maar dat zal best een geval, denk ik. Ik heb alle vertrouwen in. Ik zie allerlei prijzen langskomen. Ik zie 4 euro, ik zie 2 euro, 5,70 euro. In ieder geval hard afgerekend. 4 euro zie ik vrij veel langskomen. En ook nog wat mensen die zeggen van nou, ik weet het niet, dat mag die verkeerd om te vertellen. Nou, dat ga ik dan doen. Kan ik even selecteren? Ja. Wat hebben we net gezien? Nou, we hebben gezegd van je moet kijken naar hoeveel langer of korter die optie is. Als we de weekoptie nemen, de 1-week optie, dan weet ik dat de maandoptie 4 keer zo lang als je 1-weekse optie. Dus dan zou ik moeten zeggen van dan moet een prijsverschil zijn van wortel 4, dat is weer 2. Maar nu ga ik stiekem natuurlijk naar korter toe in plaats van naar langer. Het vermenigvuldigde ik met die wortel 4. Nu ga ik het doordelen. Dus zeg ik van oké, okay, we hebben die prijs van 8. Ik moet wortel 4 de andere kant op, hè, met 2 naar beneden toe. Dus ik ga hem delen, 8 gedeeld door die wortel 4, 8 gedeeld door 2. De prijs van de 1-week optie zal ongeveer 4 euro zijn. Dat is een ongeveer huisregelprijs van de optie. Dus iets waar u een gevoel mee kunt krijgen over de prijs die de optie ongeveer heeft. Dat is een beetje mee spelen en dan is het best leuk om daar dat te gebruiken om daar gevoel bij te krijgen. Maar meestal kunt u van het scherm kijken en ziet u gewoon wat de prijs is. Dat is nog veel makkelijker, omdat u de prijs waarop u kunt handelen. We gaan een praktijkvoorbeeld maken, waarbij we gebruik maken van verschil in looptijd van opties en gebruik maken van het verschil in prijs wat daardoor bestaat. Nog een klein slokje om de keel te smeren. Stel u heeft de visie dat de index de komende 2 jaar gaat dalen. En de index op dat moment is 300. En wij doen even niet specifiek met rente en volatiliteit. Hou het een klein beetje simpel. U denkt, de index gaat dalen de komende 2 jaar. Onder het niveau van nu, onder de 300. Nou,
En zei van, ik ga kopen in 2 jaar Edamony put optie. Dus 300 put in de looptijd van 2 jaar. Heb ik voor u de prijs bij elkaar gezocht. En zijn lijstje als net, alleen dit zijn 300 put opties. De index op 300, dat was ook ergens in december. Dat was allemaal zo mooi uit. De 300 put in de looptijd van 2 jaar kostte op dat moment 47,5 euro. U denkt de koers gaat stijgen. U kunt zeggen van, het is niet wat duur. Maar als je gelijk krijgt, is het niet veel te duur, denk ik. Dus we gaan die optie kopen voor 47,5 euro. En dan gaan we wachten. Wachten tot de index gaat dalen. En na een jaar gaan we eens kijken hoe de boel erbij staat. Nou, na een jaar, u dacht, de index gaat dalen onder het niveau van 300. Het jaar is verstreken. Helaas, er is nog niet zoveel gebeurd. Of in ieder geval, misschien is er onderweg al van alles gebeurd, maar... Als u weer kijkt na een jaar, blijkt die index weer of nog steeds op 300 te staan. Die echt gelijk heeft nog niet gekregen, maar u heeft nog een jaar te gaan, dus het kan nog goed komen. Mijn vraag is dan meteen, wat is die optie die je kocht als een 2 jaar put-optie, wat is die nog waard na dat jaar? Daar kunnen we allerlei rekenmodellen op loslaten. We kunnen ook een beetje slim kijken naar wat we al weten. Dit weten we al. Dit is het prijslijstje wat we... een jaar geleden gebruikt om te kijken wat onze optie kostte. En toen kostte die 2 jaars optie 47,5 euro. Als er niets veranderd is, behalve dat er een jaar verstreken is, maar de index staat nog steeds op 300, en we doen even net alsof een trend aan volatiliteit niet gebeurd is, dan vermoed ik dat die optie ongeveer 32 euro waard zal zijn. Nou, maar ik heb nog een latest van een jaar, en toen had de 1 jaars optie een prijs van 32, dus onze optie heeft nu nog maar een latest van een jaar, zal dan dus ongeveer 32 waard zijn. Zo zie je, je hebt niet een computer nodig om te kijken wat opties waard zijn. Je moet creatief met de bronnen omgaan. Je hebt de optie gekocht voor 47, een beetje, en hij is nog 32 waard. Dus een looptijd van 2 jaar zat hij hier, we zitten nu hier. We zijn een stukje de helling afgedaald. We zijn 15 euro aan tijd en verwachtingswaarde kwijtgeraakt. Dat is toch jammer. Want als een verlies, dan moet hij eerst maar weer terugverdienen. Dan komt het onmiddellijk de vraag, dan had ik daar wat aan kunnen doen. Had ik nou kunnen zeggen, van, als dat gebeurt, als nou na een jaar die index van 2-300 staat, kan ik dan op een andere manier toch een beetje dat compenseren. Dat had gekund. Je zou dat bijvoorbeeld kunnen compenseren door te kijken, van, nou, als ik nou geen gelijk krijg, die index gaat niet dalen, misschien kan ik dan wel een put short gaan. Naast het feit dat ik die langlopende 2 jaar put gekocht heb, dat ik nou eens elke maand, 1 maand Edamony put, short ga. Dan ga ik dan laten dienen als de koers niet omlaag gaat. Nou, goed idee. Toen wij begonnen 2 jaar geleden, was de 1 maand Edamony put 7 euro waard. En laten we voor dit voorbeeld gemakshalve zeggen dat altijd de Edamony put 7 euro kost. Dat maakt mijn slide makkelijker. We gaan gewoon elke maand gaan we dat doen. Short, de Edamony, 1 maand put. In december stond de index 300, dus we gaan de 300 put short voor 7 euro. Want we hebben afgesproken dat die op kost in mijn eenvoudige wereld. Als een maand later, op de expiratie in januari, de index op 315 staat, dan loopt die optie waardeloos af. En die 7 euro die ik ontvangen heb toen ik short ging, die mag ik houden en dat is mijn winst. En ik ga onmiddellijk de 315 put short voor 7 euro. Een maand later blijkt de index gedaald naar 300. Dat is even slikken. Want dan is die optie 15 euro waard. En verlies ik er 7 euro, 8 euro op. Dat ik heb immers geschreven voor 7. Hij is nog 15 waard, dus min 8. Dat is slikken. Ik moet opnieuw beginnen met mijn winst opbouwen. Ik ga de 300 put short. Een maand later blijken we weer alsnog op 300 te staan. Dus maak ik die 7 euro winst die ik heb ontvangen, mag ik houden. Zo kun je dat elke maand weer doen. Edamony put schrijven, kijken wat een maand later de index is. En weet je of je geld hebt verdiend per saldo of geld hebt verloren. Ik ga ze u allemaal niet voorrekenen. De slides zijn te vinden op internet morgen. En ook deze. Webinar kunt u morgen als in zijn geheel nog een keer bekijken als u het langzaam nog een keer wilt bekijken. U kunt het uitrekenen en dan maken we soms winst, soms een beetje, soms 7 euro en soms maken we wat verlies.
Als we al die winsten en verliezen bij elkaar optellen, over het hele jaar, komen we in dit plaatje. Na een jaar stond die index weer op 300. Die 2 jaar put-optie die we gekocht hadden, hebben we 15,5 euro verloren aan tijd en verwachtingswaarde. We hebben elke maand, de 1 maand, de money put geschreven voor 7 euro. Al die kleine beetjes winst en verlies bij elkaar opgeteld leverden in dit scenario, dat kunnen we met z'n allen niet beïnvloeden wat de koersen gaan doen, maar leverden in dit voorbeeld 19 euro op. Over een jaar genomen 15,5 euro verlies, 19 euro winst, houden we over 3,5 euro. Je zegt ja, dat is niet zoveel. Nee, dat is waar. Maar in ieder geval hebben we die winst op die geschreven put gebruikt om het verlies bij de verwachtingswaarde die gekochte put, dit verlies te compenseren. Als je heel veel geluk hebt en uw winst op het schrijven is heel groot, dan is het misschien wel zo dat u dat laatste jaar de hele prijs van die put-optie, van deze put-optie, hebt terugverdiend, omdat in feite het laatste jaar die put-optie gratis is. Nou, daar kunt u allemaal uw voordelen mee doen. U zou ook nog een beetje pech kunnen hebben. Dat is niet verkeerd, dat is zeker niet. Dit is een manier waarop je kunt profiteren van het verschil tussen het langzaam verstrijken van tijd en verwachtingswaarde in een langer lopende optie, zoals deze 2-jaarspoed, en het snel verdwijnen van de tijd en verwachtingswaarde in die 1-maandsopties. Dat te combineren kunt u allerlei strategieën uitvoeren. Ik denk dat André daar zo meteen ook over gaat vertellen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. U kunt ons uiteraard blijven volgen, want mijn verhaal is nu ten einde, op dit moment. Via al deze media kunt u ons volgen met onze nieuwe webinars, cursussen en dergelijke. En nu geef ik het woord graag over aan André. We zijn deel van het verhaal en ik kom straks nog heel even terug. Dank u wel. Oké, Fred, dankjewel. Ik moet zeggen, ik heb geboeid te luisteren. Ik weet niet hoe het bij u thuis was. Ik vond het heel erg duidelijk. Ik vond de voorbeelden heel erg mooi. En ik hoop dat u dat ook gevonden heeft. Het is natuurlijk enerzijds theoretisch, want ja, het gaat over de theorie. De reden dat wij samen met Euronext deze presentatie voor u verzorgen, is gelegen in het feit dat Euronext in dit geval niet echt concrete zaken mag benoemen als kopen olies of verkoop Unilever of andere zaken. Nou, wij mogen dat wel. Dat is iets wat wij doen. Heel kort even ter introductie. Wie zijn wij? Wat doen wij? We zijn het beleggingsinstituut. We zijn er voor u als particuliere belegger. Het trainen en coachen particuliere beleggers. En we doen dat op allerlei manieren. Zoals u ziet in dit plaatje ziet u wat namen voorbij vliegen. En eentje daarvan is New York Stock Exchange Euronext. Daar staan we vanavond voor. Maar we hebben ook samenwerking met de DFT, met de Telegraaf. Schrijf zelf columns op dft.nl. U heeft mij misschien eerder gezien in een uitzending van RTL Z bij het Beursstijl. Kortom, wij zijn op allerlei manieren in de media actief, zoals gezegd, om u te helpen om nog beter te beleggen. Ik ga even klikken en ik hoop dat ik ook goed klik nu, want ik ga hier met de pijl naar voren, kijk eens aan. Onze slogan is, we maken van iedere belegger een betere belegger. En dat kunt u zelf ervaren door naar onze website te gaan en te kijken wat wij zo nu en dan de wereld inslingeren als het gaat om trades, strategieën, en om zeg maar onze marktvisie. We doen dat wekelijks in de vorm van een marktupdate. U kunt zich daar kosteloos voor abonneren om kennis te maken met ons. Gaat u daarvoor naar onze website. Wat is het idee? Het idee van vanavond is dat we, zoals Fred al heeft laten zien, we gaan combineren en profiteren, heb ik ervan gemaakt. Namelijk lange termijn opties combineren met korte termijn opties. En ik heb een aantal actuele voorbeelden voor u uitgewerkt en die wil ik graag eens met u bespreken. Nou, één eerste voorbeeld is bijvoorbeeld de volgende combinatie. Een combinatie die ik zelf veelvuldig toepas. Mijn visie aan het begin van het jaar op het aandeel Konink Olie is dat er dit jaar helemaal niets gebeurt. En niets, dat is natuurlijk een beetje overdreven, maar de inschatting is dat we per saldo aan het einde van het jaar net zover zijn als dat we aan het begin van het jaar zijn in dit aandeel. Kortom, we zijn het jaar begonnen ergens zo rond de 27, 28 euro. We hebben een klein beetje fluctuatie gezien, inmiddels al. Vorige week was het even schrikken, toen kwam er een mededeling dat er wellicht wat olie gelekt zou zijn. Nou, inmiddels heb ik begrepen dat dat iemand van BP geweest is die dat per ongeluk deed.
dat is natuurlijk een pakje. Maar u begrijpt, het kan zomaar gebeuren, ook bij BP, dat iets wat je denkt, het is toch een goede onderneming, het kan toch niet fout gaan met zo'n club. Nou, als er ineens een olieplatform de lucht in gaat, dan moet je eens kijken wat er met die koers kan gebeuren. Dus dat hebben we bij BP in het verleden gezien. Waarom zou dat niet bij Konkolie kunnen? Ik weet dat heel veel beleggers in dit geval aandelen Konkolie in bezit hebben. Mooi dividend, stabiele onderneming. Ik ken alle argumenten. Feit is in ieder geval wel dat ik ook risico heb. En dat risico, vorige week bleek dat nog eens, dat kan zomaar eens een keer een heel vervelend gevolg hebben. En dan gaat in één keer de koers van Konkolie fors onderuit. Nou, wat ik nou per definitie altijd doe, en dat probeer ik echt onderscheidend te doen aan wat een hele hoop vermogensbeheerders en beleggers allemaal doen. Ik heb daar ook een duidelijk andere visie op. Ik wil het risico elimineren. Want het gaat er in dit spel volgens ons in ieder geval om het risico goed te managen. En een van de voorbeelden waarmee je dat kunt doen, is het bijvoorbeeld aanschaffen van een lange termijn kooloptie in plaats van het aandeel Konkolie. En dan weet ik dat u nu denkt, ja, maar dan mis ik mijn dividend. Dat klopt, maar dan krijgt u iets anders voor terug, namelijk cash. Op het moment dat u vandaag uw aandelen Konkolie zou verkopen op €26,50 en u zou daarvoor in de plaats bijvoorbeeld de kool 22 kopen op Konkolie met een looptijd lange termijn. U begrijpt waarom ik de lange termijn kool koop. Dat is dankzij Fred nog een keer duidelijk geworden. Lange termijn opties zijn relatief gezien goedkoop. Die kool die kostte vanmiddag €4,90 bij een koers van €26,50 bij Konkolie. Nou, als u even met mij meerekent, dan ziet u dat u in deze kooloptie eigenlijk bijna geen tijdswaarde betaalt. €22 is de uitoefenprijs, €4,90 was de premie, kijkt u het maar na, dan ziet u dat u €26,90 eigenlijk betaalt terwijl het aandeel €26,50 staat. Oftewel, deze optie heeft een tijdswaarde ten opzichte van de actuele koers van €0,40. Dus ik wil zeggen, waarom is dat zo weinig, terwijl het ook zo'n lange termijn is? Maar dat heeft onder andere te maken met de dividendstroom in de komende jaren die Konkolie gaat uitkeren. Nou, dat is een ander onderwerp van een andere keer. Feit is in ieder geval wel dat op het moment dat de koers van Konkolie nu €4 zou stijgen, dan zult u wellicht met mij eens zijn dat dan ongeveer de winst op mijn kooloptie ook €4 is. Misschien ietsje minder, maar rond de €4 zal die koersstijging van die kool zijn. Echter, u begrijpt ook, als de koers €4 daalt, dat dan de call at the money is, zoals we dat noemen, dan staat de koers op €22 en dan heeft die call nog steeds looptijd. Hij heeft nog steeds tijdswaarde. En aangezien het een langlopende call is, zal die call-optie dus niet nul zijn. Sterker nog, die call-optie is misschien zo'n €2 à €2,20 in waarde gezakt. U zou dat met die mooie hellingshoek van Fred daar juist in beeld, zou u dat kunnen zelfs kunnen doen. En dan zou je kunnen beredeneren en berekenen wat dan ongeveer het verlies is van die kool. Nou, ik schat in zo ergens rond de €2,20, €2,50 is dan het verlies. Dus ik zak €4 in het aandeel, maar ik verlies slechts €2, €2,50, iets in die orde van grootte met zo'n kooloptie. Komt iets bij, stel nou dat het verlies in het aandeel niet €4 is, maar €14 zou zijn. Dan gaat echt een platform de lucht in en het wordt één groot drama. Dan verliest de aandeelbelegger, want die verliest €14. Maar als u de kooloptie gekocht heeft, kunt u simpelweg niet meer verliezen dan de €4,90. Bovendien gaat de volatiliteit in de markt komen. Die kool blijft altijd nog wat waard, zeker als u een lange termijn kool heeft. Kortom, uw verlies is substantieel kleiner. Bovendien heeft u in dit geval zo'n kleine €22 over die u als cash kunt parkeren op een spaarrekening. Dat is een van de eerste stappen die ik altijd in mijn portefeuille doe. Ik vervang aandelen door lange termijn koolopties en ik parkeer de cash op een veilige spaarrekening. Obligaties op dit moment zijn volgens mij veel minder interessant. Ik denk dat het veel wijzer is en slimmer is om uw geld nu bij een goede bank, en dat is lastig om een goede bank te vinden, maar bij een solide bank neer te zetten op een kleine spaarrekening. Ik weet het levert niet veel op, maar u heeft wat flexibiliteit. Het is een heel saai advies, maar ik zou dat zeker op die manier invullen. Goed, enfin. Wat we nu gaan doen is, we hebben dan uiteindelijk onze call-optie 22 gekocht. Die hebben we in bezit en nou kunnen we eigenlijk maandelijks, 3 maandelijks op kwartaalbasis, op half jaar, op 9 maanden vooruit. We kunnen nu gaan schrijven. We kunnen nu call-opties schrijven. We hebben immers een onderliggend bezit. Ons bezit is eigenlijk de call 22. En stel u zich nou eens voor dat u op dit moment besluit om dat te doen. En u schrijft op dit moment de call 26. De call 26, Konkolie, maar met een looptijd december dit jaar. Dus december 2012. Nou, de premie ziet u staan. De premie van deze call was vanmiddag €1,40. U had deze combinatie dus kunnen doen voor een, in dit geval een premie-investering van €3,50.
4,90 betaalt u, 1,40 ontvangt u. Uw investering is €3,50. Wat is nu uw risico? Theoretisch gezien is uw risico dat u die €3,50 verliest. Maar die verliest u pas als de call 2016 op nul eindigt. Nou, dat is niet morgen, ook niet overmorgen waarschijnlijk het geval. Dat zal minstens tot 2016 moeten duren als de koers onder de 22 terechtkomt. Nou, voor die tijd gaan we waarschijnlijk wel een beetje handelen in die call, tenminste dat is wat we proberen te doen. Maar wat is nu uw rendement? Wat kunt u nou van rendement maken? Nou, het nadeel is nu natuurlijk dat u naar boven toe, als de koers gaat stijgen, weliswaar winst maakt met uw call 22, 2016, maar dat u dan bij een koers boven de €26, plus de premie die u ontvangen heeft, €1,40, dat u boven de €27,40 eigenlijk geen winst meer maakt met de geschreven call. Sterker nog, dan gaat u in het verlies met de geschreven call. Dus uw rendementspotentieel is beperkt, uw risico is uiteraard ook beperkt, maar wat wel leuk is, is dat u gaat profiteren van die mooie hellingshoek, ik noem het altijd de glijbaan, van de tijdswaarde. Ik heb nu voor u eens uitgerekend wat er zo ongeveer gebeurt als u einde van dit jaar bij de volgende koersen van Koninklijke Olie zou gaan kijken wat dan het resultaat is van deze strategie. Nou, simulatie, u ziet het staan, december 2018. 12, ik moet volgens mij deze pointer nu indrukken om te laten zien. Hier staat die simulatie december dit jaar. Koninklijke Olie staat nu op 26,50. Maar stel, de koers staat aan het einde van het jaar plotseling op 22. Dikke daling. We gaan nog eens een keer 15-20% onderuit in het aandeel. Stel dat dat gebeurt, wat gebeurt er dan? We hebben al gezegd, een beetje ruim gerekend, gaat de call 2016 die gaat in ieder geval in het verlies. U hoeft hem niet te verkopen, maar feit is wel dat hij minder waard zal zijn dan vandaag en uitgerekend ongeveer een kleine €2,50 minder. Daar staat wel tegenover dat de geschreven call-optie, december 2012, ongeveer €1,30, dat moet dus 1,40 zijn, zie ik hier, een klein beetje lopen spelen met die 1,30, 1,40. U krijgt ongeveer 1,30, 1,40. In dit geval heb ik hier neergezet, u verdient ongeveer €1,30. En ook onze voorbeelden zijn zonder transactiekosten enzovoort. Dus neemt u dat even met een klein korreltje zout, maar u verdient uiteraard de geschreven call. Immers, de tegenpartij heeft een call-optie in bezit. Die zal aandelen willen kopen op €26, maar dat gaat hij nooit doen als de koers op 22 staat. Dus die optie die expireert met de kerst van dit jaar en u heeft 1,30 verdiend. Of 1,40, al naar gelang wat u voor die call-optie ontvangen heeft. Datzelfde situatie is natuurlijk ook zo bij een koers van 24 en bij een koers van 26. Verdient u de volledige premie van die geschreven call. Gaan we stijgen, dan ziet u dat we bij een koers van 28 in het verlies gaan met de geschreven call. Want dan verliest u 70 cent op de geschreven call. En zou de koers echt extreem doorstijgen naar 30, dan verliest u zelfs €2,70. Echter, als de koers stabiel blijft of gaat stijgen, en met name bij een stijging, zult u die lange termijn call optie juist met die lange termijn optie juist winst gaan maken. Hier ziet u staan 1,50, 3,50, een beetje conservatief gerekend. Nou, wat dan overblijft, bijvoorbeeld bij een stijging naar 28, is winst op de lange termijn call. En de geschreven call heeft dan een klein verliesje, maar per saldo maakt u 80 cent winst. En dan hoor ik u denken, ja wat is nou 80 cent? Maar zoals gezegd, 80 cent op een investering van €3,50. En ja, u begrijpt allemaal hoeveel rendement dat is ruim 20%. Dus als u tussen de 20 en de 25% rendement kunt maken terwijl de koers stijgt, is dat fantastisch. Maar wat te denken van de situatie dat Koninklijke Olie überhaupt niet stijgt dit jaar, sterker nog, gewoon blijft liggen waar die ligt per saldo, en dat we eind het jaar gewoon maar netjes op 26 staan. Wat dan? Dan ziet u dat ik hier wat gerekend heb voor het tijdswaardeverlies van de lange termijn call 2016. Dat staat namelijk min 20 cent. Nou, die min 20 cent, dat is om en nabij. Dat kan iets minder zijn, dat kan ietsje meer zijn, maar heel veel meer kan het niet zijn, want u begrijpt, die optie die betaalt vandaag eigenlijk al heel, daar zit vandaag eigenlijk al heel weinig tijdswaarde in, dus die optie kan simpelweg niet veel tijdswaarde verliezen. Bij 26,5 vandaag en dan dalen naar 26, daarom staat hier een klein minnetje. Feit is dan wel dat u de geschreven call optie heeft verdiend en het verschil ertussen is €1,10. Dus nu maakt u de situatie mee dat Koninklijke Olie eigenlijk min of meer stabiel blijft de komende 9 maanden, 6 tot 9 maanden. En u haalt in één keer 1,50 rendement op een investering van €3,50. En dat is volgens mij een heel behoorlijk rendement. Sterker nog, ik zou ervoor tekenen.
Maar het kan ook zo zijn dat ik mijn visie, de visie die ik nu heb, dat ik die straks moet bijstellen. Sterker nog, ik heb het verkeerd gezien. Einde van het jaar staat de koers 24. Wat dan? Nou, wat er dan gebeurt, u ziet het hier, dan komt er uiteindelijk een heel klein minnetje uit de bus rollen. Oftewel, ik speel praktisch kiet. Dus in dit geval heb ik 10% daling en ik speel toch nog kiet. En mijn visie was onjuist. Nou, als ik iedere keer, als ik een onjuiste visie heb, ongeveer kiet speel met mijn strategie, dan doe ik het volgens mij heel erg goed. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb het niet altijd goed op de beurs. Sterker nog, ik weet van mezelf dat van de 10 keer dat ik beslis, ik ongeveer 4 keer fout zit en 6 keer goed. En dat betekent dat die keren dat ik fout zit, dat is de essentie van het spel, die keren dat ik fout zit, dat ik dan mijn verliezen klein moet houden. Het kan echter zo zijn dat het nog veel heftiger wordt, die daling, dan ik nu inschat. We knallen toch in één keer door naar 22 en wat is dan de situatie? De situatie dan dat ik 1,20 euro verlies. Dat is ook fors, zeker op die 3,50. Feit is echter wel dat ik dan een daling heb gehad van 4,50 euro op het aandeel. Dat is ook een forse daling en ik heb per saldo 1,20 euro verlies. Dus dat is ook naar verhouding een acceptabel getal, lijkt mij. Nou, dit is een voorbeeld van een strategie die ik regelmatig gebruik. Ik koop om te beginnen geen aandelen, maar lange termijn call-opties als vervanging voor die aandelen. Ik parkeer mijn cash en vervolgens maak ik gebruik van het tijdswaardespelletje. Ik schrijf op kortere termijn opties in combinatie met de langere termijn opties. En dat is uiteindelijk een zeer lucratief spel, mits u dat gedisciplineerd en met de nodige kennis van zaken speelt. Kun je dit morgen doen? Dit kunt u morgen doen. Mijn inschatting is dat olies op het randje staat en nu wellicht nog een keer een tikkie, net als de hele markt, dat is mijn inschatting in ieder geval, de hele markt misschien nog een tikkie naar beneden toe krijgt. Dus u kunt hetzelfde spel natuurlijk herhalen als de koers op 24 staat. Mijn inschatting is dat 24 een beetje de ondergrens gaat worden voor dit jaar. En als we daar komen, zou ik graag dit soort strategieën innemen. Sterker nog, dan ga ik dat doen. En analoog aan wat ik nu probeer uit te leggen, zal ik dan zo'n combinatie innemen. Als er vragen zijn tussentijds, neem ik aan dat ik die binnenkrijg. Als dat niet zo is, kijk even naar de collega's hier rechts die de vragen proberen te beantwoorden. Als het niet zo is, ga ik door met het volgende voorbeeld. Hoop ik. Kan toch verder of niet? Even kijken. Waarom pakt hij nu? Moet ik de muis wegklikken, daar wegklikken? Ja. Oké, nou, dan komt nu de volgende sheet. Dat blokkeert even. Ha, heel mooi, dankjewel. Goed, gaan we door naar het volgende voorbeeld. Wat u ook zou kunnen doen, en dan profiteert u nog een klein beetje meer, maar op een iets wat andere manier. Dat is een voorbeeld van een strategie die ik ook regelmatig hanteer. En dat is een voorbeeld met een zogenaamde short straddle. En het dit is natuurlijk wel lastig voor ons om in te schatten hoeveel kennis u heeft als u thuis achter uw computer zit. Dus ik zal kort proberen uit te leggen wat een straddle is. Een straddle is een combinatie van een call en een put. En als je hem short gaat, short betekent te kort, niet in bezit hebben, dan heb je ze dus geschreven. Dan heb je een call en een put geschreven tegelijkertijd. Dan wordt het wat ingewikkelder, want nu moet u niet alleen denken over ik schrijf een call, maar nu heeft u ook tegelijkertijd een put geschreven. Eigenlijk heeft u dan twee verplichtingen. Verplichting om te leveren boven de 26 en de verplichting om te kopen onder de 26. Maar het goede nieuws is wel dat u aan twee kanten dan ook premie heeft ontvangen. U ziet, het is nog een beetje luidruchtig. Hier komen nog wat handelaren die vandaag waarschijnlijk goede posities hebben gehad. Die komen nog even met groot geluid de beursvloer op. In ieder geval, als je de straddle, de short gaat, heeft u een put en een call geschreven. En dan krijgt u aan beide kanten premie. Dat zou je dus bijvoorbeeld kunnen doen door, om het wat te noemen, op juni van dit jaar te schrijven. Als u nou denkt, nou, de komende 2 maanden blijft het wel stabiel bij olies, het zal een beetje blijven hangen bij 26, schrijft u dan een call en een put. Maar ja, dan heeft u ook risico. Maar als er dan in één keer iets fout gaat met het platform, dan kan het zomaar zijn dat olie straks op 22 euro staat en dat u aandelen binnenkrijgt op 26. En dan zit u daar wat minder comfortabel in, want dat betekent toch dat u dan per saldo geld verliest. Ik zal nooit, een andere uitgangspunt bij mijn strategie is, ik zal nooit ongedekte posities nemen. Dus als ik een straddle short ga, betekent dat dat ik nadenk over waar zit mijn risico. Wat als kokerolie morgen in één keer de lucht in vliegt, in dit geval omhoog of naar beneden toe, ik heb aan twee kanten risico's. Ik wil geen ongedekte risico's in mijn strategie en dus ga ik ze afdekken. En u begrijpt het, als ik ga afdekken, dan is het eigenlijk relatief gezien weer goedkoper, omdat ik naar de langere termijn opties doe. In dit voorbeeld zou ik dan kiezen voor de strangle long. En de strangle is een strategie waarbij u ook gaat
gebruik maken van calls en puts. Alleen, in dit geval een strangle, het lijkt op de straddle. Er zit één klein ezelsbruggetje tussen. Ik zal u dat proberen te laten zien. Als u goed kijkt, ziet u hier staan bij een strangle, ziet u de letters NG. NG staat voor niet gelijk. Oftewel, een strangle is een strategie met niet gelijke uitoefenprijzen. Een straddle, daarentegen, ziet u DD staan. De dubbele D staat voor dezelfde letter. En dan heeft u ook dezelfde uitoefenprijs. Dus een straddle heeft dezelfde uitoefenprijs, in dit geval 26. De strangle heeft een niet gelijke uitoefenprijs, in dit geval de call bijvoorbeeld 28 en de put op 24. Ik ga deze strangle ook long. Ik ga hem kopen, ik ga hem in bezit nemen. En dat betekent dat ik tegenover mijn relatief juni kortlopende straddle short een langerlopende december straddle long kies. Wat gebeurt er nu? Als de koers naar beneden kukelt, op 26 euro of lager staat, dan heb ik weliswaar een buffer omdat ik premie krijg. Want ik krijg van call en een put op juni natuurlijk premie. En die premie kan ik gebruiken als buffer. Alleen op enig moment is die buffer op en dan ontstaat er risico. En dat risico dek ik dan af aan de onderkant met bijvoorbeeld een put op 24. Als de koers omhoog gaat, heb ik datzelfde risico, maar nu aan de bovenkant. Ik verkoop een call, ik verkoop een put, de koers gaat omhoog en juni 26, boven de 26, betekent dat ik aandelen moet leveren. Dus hoe zeg ik, ja, maar die heb ik helemaal niet en ik heb calls geschreven, wat gebeurt er nu? Geen nood, geen paniek. U heeft zich namelijk van tevoren al ingedekt, want u heeft op 28 zelf een recht om te mogen kopen. En u begrijpt, u heeft dat gekocht op december, want die was relatief gezien goedkoop. En als je die combinatie nu in kaart brengt, ik wil proberen om dat in elkaar te krijgen. Daar dus, denk ik. Oké. Dan ziet dat er als volgt uit. U kreeg voor deze straddle vanmiddag op 26 euro uitoefenprijs op juni dit jaar, dus nog een kleine twee maandjes te gaan, krijgt u voor die straddle krijgt u 1,40 euro aan premie. En dat betekent dat als de koers precies op 26 staat, in juni, expiratiedatum, dat u die hele 1,40 euro hebt verdiend. Knallen we naar beneden toe en komen we op 24 terecht, dan heeft u 60 cent verloren aan de opties, aan de straddle in dit geval. En als we naar boven gaan, uiteraard, dan heeft u datzelfde probleem bij 28. Dus blijft de koers tussen de bandbreedte 24,60 en 27,40, tussen die koersen verdient u geld met dit spel. Blijft die dobberen rondom de 26, iets wat hij eigenlijk al een aantal weken aan het doen is, stel dat hij dat nog twee weken of twee maanden volhoudt, dan komt die 1,40 euro tijdswaarde naar mij toe. Schieten we echt door boven de 28 of onder de 24, dan ziet u het resultaat en dan gaat die straddle die ik beschreven heb natuurlijk pijn doen, want het verlies gaat toenemen. Immers, het zijn aandelen geworden naar beneden toe en ja, dan staat er bij een daling van 4,5 euro gewoon een min van 2,60. Dus u heeft een buffer, namelijk die buffer van die tijdswaarde. Als u doorschiet, onder een niveau heeft u risico. Nou, dat risico wil ik opvangen en u ziet hoe ik dat hier doe. Ik doe dat door in dit geval een strangle te kopen op december. Daar moest je vanmiddag 1,50 euro voor betalen. En dat is ongeveer gelijk aan de investering die u terugkrijgt, zeg maar. Dus de investering is ongeveer gelijk aan de premie die u ontvangt voor de straddle juni. Eigenlijk is de investering nog maar een dubbeltje. Maar, let wel, u zult ook een marginverplichting krijgen. De bank zal namelijk zeggen, meneer, mevrouw, u heeft een put geschreven, u heeft een call geschreven, waar is uw dekking? En dan zegt u, ik heb dekking, ik heb een call aan de bovenkant en een put aan de onderkant. En dat wordt ook gezien als dekking, alleen er zit een verschil tussen 26 waar u schrijft en 24 waar u de andere put in bezit heeft. En daar zit een heel klein beetje verschil in, een heel klein beetje risico en daar zult u een margin voor moeten betalen. Wat is nu de situatie? Ik heb hier nagebootst wat ongeveer de restwaarde is van de december combinatie call en put bij een stand van 22, 24, 26 enzovoort in de komende maanden. Over twee maanden dus. En dat is een lastige, want je kunt het wel een beetje beredeneren. En Fred heeft dat heel mooi weergegeven hoe je dat kunt beredeneren. Alleen heeft hij daarbij gezegd, ervan uitgaande dat in dit geval de volatiliteit min of meer gelijk zal zijn. Nou, wat er kan gebeuren is, als de volatiliteit toeneemt, dat zou mijn vragen nu zijn. Kan ik een poll inschieten eigenlijk op dit moment? Nee, ik kan geen poll inschieten, had ik van tevoren moeten bedenken. Nou, denkt u er maar even over na. Mijn vraag aan u is dan, zou nou een stijging van de volatiliteit, zou dat nou een voordeel voor deze strategie zijn? Als in juni dus de volatiliteit hoger is dan nu, is de vraag, is dat dan gunstig of is dat dan ongunstig voor mijn strategie? Denkt u er heel even over na. Oké,
Oh ja, ze kunnen op de chat het antwoord geven. En dan kan ik kijken wat er binnenkomt. Dan weet ik ook of u er nog bent. Of dat u stiekem iets anders spannends aan het doen bent. Dus geen voetballen vanavond of wel? Ja, dat is wel voetballen vanavond. Ja. Nou ja, gisteren in ieder geval hadden we een mooie wedstrijd. Oké, dan zegt iemand, dat is volgens Martin van der Valk, zou dat ongunstig zijn. John Albers zegt voordeel, Gerard Kleijweg zegt gunstig, Tom Blijendaal, oké, TNX, dat is geheimtaal wat mij betreft. Dus kijken of er nog wat binnenkomt aan antwoorden van u. Dus is het gunstig of is het ongunstig? Niet gunstig, gunstig, ongunstig, gunstig, min, plus, plus, gunstig. Voor de gekochte kool, de verkoopte kool niet gunstig, premies gaan omhoog voor de geschreven opties, gunstig, ongunstig. Nou, het wisselt nogal. Ik zal u vertellen, in het beginsel is het voor de opties die ik in bezit heb, mijn december opties, is het natuurlijk gunstig als de volatiliteit stijgt. Het risico neemt toe, dus worden opties, zowel de kool als de put, zullen meer waard worden. Relatief meer waard worden dan nu. Dus de kool wordt wel minder waard, omdat we dalen, maar hij wordt weer een klein beetje meer waard, zou je kunnen zeggen, doordat de volatiliteit stijgt. De put wordt meer waard omdat we dalen, maar hij wordt een beetje extra meer waard omdat de volatiliteit stijgt. Dus volatiliteitsstijging is in dit voorbeeld voor deze strategie gunstig. Dus wanneer moet je dit nou met name doen? Als de volatiliteit laag is en je verwacht dat die volatiliteit gaat stijgen, dan is dit extra interessant om te doen. Nou, ik hoop dat u hiermee een beeld heeft van hoe je dus lang met kort kunt combineren. Dit is een voorbeeld in Koninklijke Olie en ik denk dat dat voor zich spreekt. Extra interessant dus zometeen, stel dat we die 24 euro halen die ik verwacht, als we daar nog een keer naartoe teruggaan, dan zou het dus interessant zijn om te zeggen, kijk, als ik ook vanaf de 24 euro zo'n strategie inneem, dan heb ik een stuk buffer, dan is de volatiliteit wellicht weer wat hoger, krijg ik dus meer voor mijn kortlopende situatie, moet ik ook iets meer betalen voor mijn decembers. Nou, dan heb ik een voorbeeld voor u, een strategie die volgens mij interessant kan zijn. Deze strategie heb ik vanmiddag gemaakt, toen stonden we 313. En toen heb ik eens gekeken op wat nou interessant zou kunnen zijn als je hetzelfde principe, december met juni, 5 jaar met 1 jaar, dat zijn natuurlijk relatief nog steeds, van mijn gevoel, lange termijn periodes. Ik ben ooit van beroep geweest een handelaar en ik zei altijd, voor mij was tot de lunch al lange termijn. Nou, dat is misschien wat overdreven voor u. Maar ja, ik ben niet een belegger die denkt in termen van 5 of 10 jaar. Ik denk in termen van maanden. Daarin wil ik mijn rendement proberen te maken. Nou, één interessante strategie die ik regelmatig toepas, is de combinatie van dagopties met weekopties. Misschien is dat wat minder bekend nog, maar er zijn op de Euronext beurs, zeg maar, hier in Amsterdam, zijn er opties die een looptijd hebben van 1 dag. Dat noemen we de zogenaamde dagopties. Voor de goede orde. Vandaag is het donderdag en is er een optie die met een looptijd van vandaag, de A18, is het vandaag de 18e? Ja, vandaag de 18e. Dan zou u opties hebben kunnen handelen, de A18. En die A18 optie is vanmiddag tussen 3:30 en 4:00 geëxpireerd. Nou, om het dan wat ingewikkelder te maken, morgen zullen we zeggen, oh, dan hebben we dus morgen de A19 optie. Nee, die bestaat niet, want op vrijdag hebben we altijd de weekoptie die expireert, dat zijn de AX opties. En morgen is er ook geen AX-optie, geen weekoptie, want morgen is het de derde vrijdag van de maand en is er gewoon de reguliere maandoptie. Wat ik hier nou in dit voorbeeld gedaan heb, want ik denk ik wil u toch iets concreets meegeven, heb ik even fictief gedaan alsof er morgen een weekoptie zou zijn. Dus als u mij vanmiddag had zien handelen, dan had u kunnen zien dat ik de dagoptie had geschreven. Dat is een dagoptie die dus morgen afloopt. En die optie die ik kan schrijven, in dit geval de 316, die deed vanmiddag 60 cent. Dus ik kon vanmiddag een call schrijven die morgen expireert, dus een dagoptie, hè, die dus relatief kort loopt, en daar kreeg je bij een stand van 3,13 kreeg je vanmiddag 60 cent voor een 3,16 call. De markt was flink in beweging vandaag, ik denk dat u het een beetje gevolg heeft, we zijn 2 keer heen en weer gegaan, om 10 uur knallen we naar 3,13, toen weer terug. Misschien ziet u het nog achter mij op het mooie grote koersenbord. We stonden toen nog in de buurt van 3,13, 3,13,5 zelfs, en die call 3,16 die deed 60 cent. Mijn inschatting was, en is nog steeds, dat wij die 3,11, 3,13 zone waar we nu in zitten, dat we die niet naar boven toe gaan breken. Sterker nog, ik denk dat we uiteindelijk, niet per se morgen, maar in de loop van de volgende week misschien nog een keer een aanval gaan doen op de 3,03, 3,05 aan de onderkant. Ik denk dus niet dat we 3,16 halen, dus ik schrijf een call. Ja, ik kan een hoop denken, en soms is dat goed, maar u weet, 4 van de 10 keer is het niet goed. En als het niet goed is, en morgen knallen we in één keer door naar 3,16, 3,18, dan heb ik een probleem met mijn geschreven call-optie. Maar aangezien dit een dagoptie is, begrijpt u dat die tijdswaarde van die dagoptie die verwaterd waar je bij staat.
Dus op het moment dat ik die call-optie schrijf en de koers blijft ook maar een halve dag of een dag liggen, dan verwatert de call 3,16. En komt er dus eigenlijk 60 cent naar mij toe. Maar ja, ik heb al gezegd, ik wil nooit ongedekte posities hebben. En wat ik dus doe in dit geval, ik koop een weekoptie als dekking. Dus ik schrijf de dagoptie, omdat die zo lekker lang, zo lekker makkelijk en snel leegloopt. En ik koop een weekoptie. Die weekoptie, die loopt ook relatief snel leeg natuurlijk, want in een week tijd loopt die leeg, maar die loopt niet iedere dag heel erg hard van me weg. En zeker niet als ik maar 5, 6 dagen te gaan heb. Met andere woorden, de dagoptie loopt snel leeg en de weekoptie loopt relatief langzaam leeg in vergelijking met de dagoptie. Nou, in dit voorbeeldje had er een weekoptie geweest, dan had ik in dit geval de 3,20 gekocht en zou ik 1,20 hebben betaald voor een call 3,20. Maar die loopt dan wel een week. Wat is dan het idee? Als ze dan morgen een dag lang stilvallen, dan vang ik eigenlijk de helft van de call-optie die ik heb moeten kopen, die vang ik al terug aan premie, zolang de koers maar niet boven de 3,16 komt. Maar kunt u hopelijk begrijpen dat als de koers 3,14, 3,15, 3,16 is morgen, ik nog steeds die 60 cent verdien. Maar als we morgen 3,14, 3,15, 3,16 gaan, wat gebeurt er dan met mijn weekoptie? Nou, mijn weekoptie zal in waarde stijgen op het moment dat de koers gaat stijgen. Hij verliest aan tijdswaarde, maar hij stijgt omdat de koers stijgt. En het leuke daarvan is dat zelfs als de koers, als ik mijn inschatting fout zou zijn en we staan morgen 3,16, dan zou dit een perfecte strategie geweest zijn. Immers, bij 3,16 verdien ik 60 cent. En dan verdien ik ook nog eens aan het feit dat mijn weekoptie ook nog eens een paar dubbeltjes meer waard geworden is. Dit is een zeer lucratief systeem. Ik word hier even geadviseerd door wat te doen. Een vraag. Ja, heel goed. Herbert van der Duin die zegt, is het dan niet handiger om dat te combineren met maandopties? En Herbert, dat is een goede vraag, maar ik heb daar een regeltje voor mijzelf bij bedacht. Als ik een maandoptie in dit geval koop, dan zul je wellicht begrijpen dat mijn investering in een call 3,20 op de maand, in dit geval dus een optie die nog een maand loopt, die zal niet 1,20 doen, die doet misschien wel. Kijk ik even naar Fred. Wat zal die doen? Fred, wat denk jij? Met een weekoptie? Ja. Maar ik denk wat voor 4 maar dat, hè? Maar voor 4 maar dat. Wat zeg je? 2,5, 3 euro. Iets in die orde van grootte. Nou, dus als ik een maandoptie koop, betaal ik 2,5, 3 euro. Wat is nou het verhaal? Qua tijdswaarde is het veel interessanter om de maandoptie te kopen dan de weekoptie. Absoluut. Alleen, qua investering, 2,5, 3 euro, betaal ik wel meer. En stel dat mijn verwachting fout is, stel dat de markt helemaal naar beneden toe kukelt en ik morgen al 3,05 sta, dan gaat mijn maandoptie natuurlijk ook hard naar beneden toe. Terwijl mijn weekoptie die loopt ook naar beneden toe, maar ik heb simpelweg minder geïnvesteerd, kan ik ook minder verliezen. Wat ik hier probeer te zeggen is eigenlijk het volgende. De gedachte om de maandoptie te combineren met een dagoptie is een goede gedachte. Immers je koopt lang en je schrijft kort. Dat is een prima gedachte. Herbert en anderen, alleen als de investering te groot wordt en datgene wat je koopt en de opbrengst en wat je schrijft dat te klein is, dan kan het zijn dat je bij een flinke beweging die anders gaat dan je verwacht, dat je dan toch te veel verliest aan je gekochte call. Dus je moet daar een balans in houden. En ik probeer ongeveer aan te houden dat datgene wat ik ontvang en datgene wat ik betaal, dat dan een verhouding zit van 1 of 2,5 à 3. Dus als ik 60 cent ontvang, dan wil ik 2,5 keer 60 cent ongeveer betalen, max 3 en dan houdt het op. Want anders dan is die verhouding scheef. Deze strategie die ik hier laat zien zou dus perfect gewerkt hebben voor iemand die denkt dat de koers op korte termijn zeg maar nog heel erg lichtjes doorstijgt naar 3,14, 3,15, 3,16. Dan zou deze strategie perfect gewerkt hebben. Hij mag dan ook stilvallen, dan is hij ook perfect, want 60 cent verdienen in een dag is meer dan van die 1,20 een beetje tijdswaarde verliezen. Bij een daling zit je ook nog redelijk goed, naar 3,12, 3,11 is ook nog oké. Kom je onder de 3,11, dan ga je te veel verliezen aan je weekoptie en dan snoept die eigenlijk te veel van die winst van die 60 cent op. Dit is normaal een hele interessante strategie. We hebben, ik liet dat straks zien, Telegraaf, we hebben vorig jaar toen wij begonnen, hebben wij een groep mensen, hebben wij in een traject hebben wij uitgenodigd om te solliciteren. Er zijn toen 200 mensen langs geweest, een aantal van hen hebben wij een week lang getraind. En aan het eind van die week was er één dame, in dit geval een boerin Arna, u kunt het allemaal nakijken, dat is allemaal vastgelegd op video ook.
En boerin Anna die was uiteindelijk in staat om zo'n 500 euro bedrag te verdienen met dit spelletje. Die deed eigenlijk uiteindelijk niks anders meer dan dagopties op korte termijn schrijven en dat afdekken met weekopties anderszins. Dit kan dus heel erg lucratief zijn, is alleen echt ook interessant voor iemand die zegt, nou, ik vind het weer leuk en ik ga hier mee aan de slag. Dit is heel kort werken. Nogmaals, de strategie die we eerder lieten zien met Konkoli, 5 jaar kopen, 1 jaar schrijven, is natuurlijk ook prima. Ja, hier kun je natuurlijk meer mee verdienen, is ook wat volatieler, moet je ook wat beter inschatten wat de markt gaat doen. Maar het kan heel erg lucratief zijn als je dit op de juiste manier weet te benutten. Erg belangrijk wel, heb wel de discipline om de ongedekte risico's af te dekken. Iets wat ik Anna ook heel erg vaak op haar hart gedrukt heb, heb gezegd, luister, je doet het fantastisch, ik wil er niets aan afdoen, maar straks komt er een dag voorbij, zeker als je ook met poedoptie schrijft en dan komt een flinke tik, dan krijg je echt een tik op je neus en dan ben je straks je winsten kwijt, dus doe dat dan niet, dek dat dan netjes af. Investeer gewoon de weekoptie, koop dekking aan de bovenkant of aan de onderkant, dan slaap je rustig, hou je geld bij elkaar en dat is volgens mij waar het in dit spelletje om draait. Nou, dat even als idee. Als u nou zegt, ja, hoe werkt het nou? Wat was nou hier de winst en het verlies? Ik wil dat nog eens narekenen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, dat wil ik met deze sheet laten zien. Geloof mij niet, maar geloof alleen u zelf. Reken het na. Kijk na of klopt wat u denkt. Hey, dit is een leuke strategie. Klopt dit nou ongeveer? Probeer dus altijd in de vorm van een simulatie te weten. Wat is mijn risico als het fout gaat? Wat is mijn rendement als het goed gaat? Dat is volgens mij op de juiste manier traden of beleggen. Nou, als u meer wilt weten over dit onderwerp en hoe je dit allemaal kunt doen, dan zoals gezegd bent u welkom bij ons voor een training. Ik vond het heel erg leuk. Ik ben hier een beetje aan het einde gekomen met mijn sheet, dus ik ga nog kijken of er vragen zijn. Oh, er zijn er nog. Hoe? Helemaal naar beneden. Nog verder naar beneden toe. Is dit zo? Je had een vraag, je mag hem ook insluisteren. Herman, die vraagt, AEX-opties worden altijd in cash afgerekend. Als je voorgesluit met de Royal Dutch opties, loop je de kans dat je de aandelen moet leveren of geleverd krijgt. Ja. Dan kun je de call opties niet meer verhandelen. Hoe zit het met dit risico? Ja, wat hier gezegd wordt is, de indexopties die expireren, in dit geval cash settlement, dat wordt gewoon cash afgerekend op expiratiedatum, die kun je tussentijds niet uitoefenen. Maar bij aandelenopties kan het zijn dat iemand de call optie opvraagt. Goede nieuws is dan wel, dat als iemand morgen de call 26 opvraagt bij mij, dan is hij ook zijn tijdswaarde kwijt, want dan heeft hij zijn tijdswaarde eigenlijk ingelopen. Hè? Dus wat je dan echt moet doen, je moet dan wel nadenken, als ik in één keer aandelen moet leveren, heb ik niets meer geschreven. Dus dan moet je per zak broekzak, je koopt de aandelen, je levert ze, klaar is Kees. Denk daarbij na, bij welke broker zit ik? We hebben een laatste situatie gehad, er waren mensen die zaten bij broker A en bij broker B. Broker A, met de A van u kent wel die broker. Die deed dat en ook bij de broker B doet dat. En die kopen dan gewoon bestens op de opening van de volgende dag de aandelen voor de mensen aan. Maar er zijn ook andere brokers met de letter L, die met de letter L begint. En die broker die zegt van ja, luister eens, wij doen dat niet. Die klant mag gewoon gedurende de dag die aandelen kopen als dekking. Daar kan nogal verschil in zitten. Ik zou er voorstander zijn om zelf in te schatten wanneer ik die aandelen koop en niet zomaar bestens op de opening. Dat is even terzijde. Dus check bij de broker wat de procedure is. Dat wil ik ermee zeggen. En er zit verschil in. Dat is één. Twee, als die optie uitgeoefend wordt, dan is het van belang dat u snapt wat er met de resterende positie gebeurt. Dus, oftewel, u ruimt die hele positie op, afwikkelen die boel en dan heeft u een plus of een min, schoon schip maken en opnieuw beginnen. Dat zou mijn advies even simpelweg zijn op dat moment. Feit is, als die call wordt uitgeoefend, dan is dat een gunstig scenario geweest, want immers de tijdswaarde is dan afgelopen, want die optie wordt op dat moment uitgeoefend. Nog meer vragen? Dat was hem. Hartstikke mooi. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Het was vandaag voor het eerst dat we in combinatie met elkaar iets gedaan hebben. Fred, ik vond dat je echt, meen ik echt oprecht, hele mooie slides had, heel duidelijk verhalen gehoord. Ik hoop dat het voor mij net zo duidelijk was. En voor u ook. En nou ja, wellicht zien we elkaar bij het volgende seminar. Goed, dat is niet vergis volgende maand, 24 mei. Ja, dus de volgende. Ik ga hem even doorstukken naar de volgende slide. Ondertussen ga ik danken voor het mooie compliment. In ieder geval danken voor je mooie verhaal. Ja. Ik vond het een mooi verhaal en een mooie strategie. Oké. Ik vond het leerzaam. Oké. Ik had de mensen ook leerzaam vonden. Ja. De webinar, zoals u gezien heeft, is morgen op de website te bekijken. De slides zijn daar te bekijken, zowel die van jou als die van mij. Ja. De mensen alles nog een keer goed bekijken. Oké, prima. Moet mijn disclaimer er ook bij? Ik denk het wel, hè? Moeten we er dan bij zetten voor alle duidelijkheid. Ja. De volgende staat niet op deze slide. Ja. De volgende webinar gaan we houden op 24 mei. Dat is dus een afwijking, want normaal gesproken zitten we op de donderdag voor expiratie. Ja.
Dat is volgende maand tot Hemelvaartsdag. Dat wilden we niet zo. U en onszelf niet aan, om dat toch te merken. Ja. Dus dat is een weekje later. Oké. Okay. 24 mei, en dan gaan we het hebben over opties en futures op de AMX-index. Ja. De AMX-index, sommigen zullen hem wel kennen, het kleinere broertje van de AIX-index. Mm-hmm. Sinds een week, anderhalve week, hebben we daar opties op en iets langer ook op futures. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel leuk is om daar specifiek als belegger ook eens naar te kijken. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij er, jij en ik wel een mooi verhaal over kunnen maken. Dat gaan we proberen. Gaan we proberen. Ja, zeker. 24 mei. Oké. Okay. Ik dank u allen hartelijk en wens ik u een prettige avond. Heel veel leerzame beleggen. Goed, tot ziens. Succes.